In het cultuurhuis in Borne ontmoette ik de oudste cabaretier van Nederland. 79 jaar. Professor Dr. Jacqueline de Savonin-Lohman. Klinkt wat versleten, toch moet je het weten. Schat, ik hou van jou. Ja, ik ben nou met pensioen, ik ben emeritus en ik mis eigenlijk het publiek, hè. Het komt allemaal wel goed, het komt allemaal wel goed, het kan wel even duren en ik weet niet hoe het moet. Maar het ze is voormalig jongvrouw, oud-senator en oud-hoogleraar. Maar in plaats van rustig aandoen, is zij alweer toe aan haar derde cabaretprogramma, Dwaallicht. Ja, ik bedoel, als ik ga schilderen, vindt iedereen het gewoon. En als je, als je cabaret gaat doen, dan is het opeens... Ja, is iedereen verbaasd. Dan krijg je ook veel reacties van, moet ze zo nodig? En waarom nou? En ja, dat soort dingen. Ik heb verrukkelijk gedanst met Gabrielle. Die kan mij dan eindeloos vertellen over al haar interessante gezwellen. Die haar in... Dat laatste moment. Wordt het een verpleeghuis of is het in een tent? Eerst zong ze veel liedjes van anderen, maar... Toen bleek dat ik ook makkelijk liedjes kon maken. Dus eigen melodieën en eigen... En die heeft me erg gestimuleerd. Ik wou een oudere cabaret met een paar mensen. Dat ging mis. Die vrouw, ja, er waren jaloezieën, weet ik wat er was. En toen dacht ik, nou, dat kan dus niet. En toen heeft Jan gezegd, doe het nou alleen, huur een zaaltje. En mijn zoon is journalist, die werkt bij Parool. Paroltheatertje gehuurd voor het weekend, voor €50 of zo. En ja, dat is toen zo gaan lopen. Dat ik hou van jou. Dit lied is eindeloos. Ja, dit lied gaat eeuwig door. Dit is mijn leven. En daarom verander ik ook. Nou, kijk, een echte cabaretier doet zijn programma 200 keer. Dat zou ik niet kunnen. Ik heb het in een jaar of twee, anderhalf jaar. En dan denk ik, nou, de tijd is zo veranderd. Er zijn weer zoveel nieuwe dingen. Ik moet een nieuw programma maken. Het wacht moeilijk, maar het komt goed. Het komt helemaal weer goed. Het komt allemaal weer goed. Het kan wel even duren en ik weet niet hoe het moet, maar het komt allemaal wel goed. Dus dat doe ik dan even met die hoed en dan zet ik hem af. En dan doen we het echte couplet, dat de zaal mee kan zingen. Want dat vind ik altijd wel leuk als de zaal... Een paar keer wordt de zaal erin betrokken. Ja. Wenn ein Irrlicht euch die Wege weisen soll, als een dwaallicht je de weg wil wijzen, dan soll man es nicht so genau nehmen. Neem het dan met een korreltje zout. Dus daar eindig ik eigenlijk mee. Ja.